Het EK-voetbal is in volle gang en heel Nederland zit massaal voor de buis. Maar koning Willem-Alexander? Die hebben we nog niet gezien. En waar zijn Amalia en Alexia? Het hele land is in rep en roer omdat we voor het eerst in twintig jaar weer in de halve finale van het EK-voetbal staan. Bij wedstrijden van andere landen ziet TV Kijk het Nederland regelmatig leden van buitenlandse koninklijke huizen verschijnen, maar onze eigen oranjes? Die hebben we nog steeds niet gezien. Koning Willem-Alexander lijkt morgen ook niet aanwezig te zijn bij de halve finale van Nederland tegen Engeland. Schandalig, vindt Telegraafsportjournalist Valentijn Driessen. Wie komen er van de Royals? Die van Denemarken hebben we al gezien, van Spanje, van Engeland, maar de grote afwezige is het Oranje Huis. Valentijn spreekt in een video op de krantensite niet alleen koning Willem-Alexander aan op zijn afwezigheid. Ook kroonprinses Amalia is niet gezien. Alexia, niet gezien. Waar is de koning dan? Hij zit in Griekenland. Ik gun hem zijn vakantie, maar het is niet zijn vakantieperiode. Nu zijn Limburg en Brabant op vakantie en Zuid-Holland niet. En hij zit in Zuid-Holland, dus hij is eigenlijk al een week te vroeg op vakantie gegaan. Hij zou er natuurlijk wel bij moeten zijn. We weten het morgen pas zeker. Misschien dat hij nog komt of dat hij vindt dat hij als koning met een andere koning wil zitten. Dat is Charles dan. Misschien dat hij dan wel zou komen en dat het daarvan afhangt. Maar wees duidelijk en kom. Koning Willem-Alexander kan dit volgens Valentijn niet langer negeren. Er komen 75.000 landgenoten van je, je onderdanen komen naar Duitsland om het Nederlands elftal te zien en het is het feest van de saamhorigheid en verbinding en dan ligt meneer op het strandbedje van zijn vakantiehuis in Griekenland. Valentijn wijst erop dat de koning volgende week woensdag wel aanwezig is bij de herdenking van de MH17 ramp. Voor MH17 verlaat hij wel zijn vakantieadres. Ik vind dat hij voor het Nederlands elftal ook een uitzondering moet maken.